het schiet toch niet op, jongen. Oh nee, hij was helemaal wild. Niet doen, Dylan, want hij ligt helemaal op mij. Dat was niet de bedoeling, maar dat gaat per ongeluk, want de zon schijnt. Hier, kijk hier. Je doet dat wel, ik zeg. Ja, nu wel. Ja, hier. Boengas. Goedemorgen meisjes en mannen, het is vandaag donderdag en wij gaan zo het voorlopig kopcontract ondertekenen. Oeh, dan wordt het echt wel heel officieel. Dus we moeten zo meteen door naar de makelaar. Daarna gaan we naar kantoor, dan komen de jongens ook en dan hebben we nog een afspraak met onze accountant. En dan gaan we naar de Tweede Kamer. We zijn uitgenodigd dus door een Tweede Kamerlid. En nou, ik ben wel eens benieuwd. Ik ben er al eens geweest, maar dat was op de middelbare school. Dat is echt jaren geleden. En ik zag net online, er is daar een super vette bibliotheek, dus die zou ik wel eens willen zien. No shit mensen, dit is de HEMA en hier hebben ze vanaf 9 uur een ontbijt voor 1 euro. Dit is de rij. Dat was B-Light. Ja, Nederland. Welkom to Holland. Ik doe gewoon mijn ding. We hebben een nieuwe presentator. Ja. Voor, Nee, we zitten nu met onze accountant, dat is Henk. Hallo Henk. Hallo. En ja, dit zijn altijd de leuke dingen van onze baan. Hè. Dan gaan we praten over... Nee, we waren net aan het vertellen, want je moet dus je bonnetjes ook allemaal erin doen. We zijn er dus zeg maar achtergekomen toen we die bonnetjes aan het uitzoeken waren, dat we heel vaak met het team dan wat gaan drinken. Bij allemaal cafés hier uit de buurt. Dus dat is volgens mij niet helemaal de bedoeling om dat op je zaak te zetten. Ik vind al niet, nee. Dus ik denk dat dat toch op privé gezet moet worden. Ja, dat komt dan wel goed. En ik deed dus iedere dag boodschappen. Dus we hadden heel veel bolletjes van een keer broodjes en weet ik veel wat. Dan doe ik tegenwoordig ook een beetje anders. Ja, Henk heeft ons wel verteld hoe het moet. Dus we worden steeds slimmer iedere dag weer. Jongens, gaan jullie ons een beetje missen? Waar gaan jullie heen? We gaan naar Den Haag. Den Haag. Wat ga je doen? We gaan naar de Tweede Kamer. Saai. Nee, dat is niet saai. Wij zijn onderweg naar Den Haag, naar de Tweede Kamer. En we zijn even een stop gemaakt. Dylan moest tanken en we hebben een lekker broodje besteld. Kijk hoe lekker dit broodje eruit ziet. Die kip is echt super lekker gekruid. Er zit saus op. Oh, super lekker. En Dylan heeft een broodje met ossenworst. En we zijn er! Het heeft even geduurd, hè? We waren een beetje... Ja, dat was lastig. We werden echt zwaar... Ik moest even wennen. Zwaar, helemaal verkeerd geleid. Want er zijn hier blijkbaar overal wegwerkzaamheden. Ja. Yep. Maar we zijn er nu. Maar ik heb eigenlijk niet zo goed een idee waar we dan moeten zijn. We zijn in de Tweede Kamer. Of ja, de Tweede Kamer. Dan denk je waarschijnlijk aan een heel andere ruimte. Maar we zijn nu in, hoe noemen we dit? Dit is de Handelingenkamer. De Handelingenkamer. En hier zijn handelingen. Alle handelingen. Dat klinkt ja. Wel. Ja. Alle handelingen die de Tweede Kamer, alle zaken die de Tweede Kamer heeft behandeld vanaf de oprichting van de Tweede Kamer. Oh. Die zijn hier op papier opgeslagen. Dus alle verslagen van de vergadering. Het is zo mooi hier. Dit is echt Harry Potter taferelen, zeiden wij al. Ik pak even een van de bijna oudste, uit 1819. Vet hè, Dylan? Ja, ik zou denken dat hier allemaal spreuken in staan of zo. Ja, ja misschien staan er wel bij. Jullie hadden net een interview hè? Ging een beetje goed het interview? Ja, leuk. Nou, misschien is ook nog wel aardig, er is ook één plank vrij. Oh. Want 5 jaar lang in de geschiedenis heeft de Tweede Kamer niet vergaderd. Misschien wel voor de kijkers interessant om te raden welke 5 jaar het zouden zijn geweest. Ja, de oorlog, denk ik. Ja, juist, ja. Ja. Oh, nou heb ik het al verklapt. Jullie mogen raden. Ja. 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 We moeten hier gaan. Oh, we volgende moeten weer op. Gaan. Ja, helaas. Druk bestaan. En hier liep vroeger een gracht. Was hier een gracht? Ja, vroeger. En dit is dus nu binnen. En daar zie je dat glazen, die glazen gang die je daar ziet. Dat ben je dus buiten. Als je daar binnen loopt, loop je buiten. Dat herken ik serieus nog van toen ik hier ooit was. Kijk. Lang geleden. Dat is ook wel herkenbaar. Herkenbaar, ja. Met die luiken. Achter de Tweede Kamer open, dat mag eigenlijk niet. Oh. Het ergste wat kan gebeuren is dat ze ons wegjagen en zeggen gewoon van oh, ik ben nieuw, dat is ik niet. Oké. Okay. We moeten gewoon heel opvangen. Oké, we gaan heel opvangen. Oké. We krijgen nu dus een rondleiding door het gebouw en het is echt prachtig. Heel gaaf om eens een keer te zien. De Tweede Kamer, hier werd dus vroeger vergaderd.
ziet er echt heel mooi uit. Je kunt wel een leuke video opnemen, Dylan, hè? Ik kijk nu even van die man, dat zijn echt gewoon perfecte films. Ja. Misschien herkennen jullie dit wel. Kijk, allemaal Chinezen met hoedjes. Heel gebruikelijk. Echt leuk om hier eens een keer te zijn en het van een andere kant te zien. En nu zijn we in de fractiekamer. Kijk hoe mensen hier toch wel willen springen. Ik vraag gewoon aan jou van kom je een keer lang doen. In de vlog van vorige week vroeg ik of jullie op Millionaire Hoi wilden reageren. Zo'n account van die workouts die ik doe. Super grappig. Hij heeft nu ook gereageerd op mij. Even checken of ik hem snel kan vinden. Daar staat hij. Hij zegt: thank you so much for all your support and for your sharing. Oh. Nou ga ik nog meer zo'n workout doen. Dylan, wat sta je achter mij te doen? Ik ben gewoon aan het meeluisteren. Ik zeg, ja, tof man. Hij vindt het leuk dat ik het met alle kijkers. Met alle kijkers deel. Goed, hè? Ik vind het zo grappig dat al die mensen zich verontschuldigen. Zo van, ja, ik ken het niet, maar ja, sorry. Ja. Ja, en dan hebben ze kinderen en dan zegt ze, oh, misschien ben ik, ja, misschien mijn zoon of zo. Je merkt wel echt dat er een ontzettende generatiekloof is. Dat was heel erg leuk. Alleen we moesten wel weer weg voor opnames. Dylan moet nog opnames maken. We hebben echt dikke file. Dus nu staan we ergens bij de McDonald's om wat te eten. Ik moet dit even vloggen. Want het lijkt altijd heel gezellig bij ons. En dat we het heel leuk hebben. Dylan is zo chagrijnig. Ik kan hier echt niet tegen, man. Het is gewoon, we staan in de file. En het is eigenlijk 1:50 rijden of zo. En het is nu 2:20 rijden. Het is nu 6:00. Net stond er 2:15 en nu is het 2:20. Het loopt alleen maar op. Het wordt eigenlijk nog zelfs denk ik 2:25. Wat is dit? We zijn gewoon in een dorpje en midden in de hier filmen waar we zijn. Ja, jij hebt ons hier naartoe gestuurd. De navigatie zei dat het korter was. En hier staat file. Gewoon midden in een dorp. Iedereen denkt ik ga zo of wat. En is hele snel weg leeg ofzo. Oké, maar ik zeg altijd van we kunnen hier niks aan doen. Laten we er het leukste van maken wat er is. Je bent met mij genieten. Die opnames van de voetbal kunnen ook morgenavond. Nou gaat die trein shit ook nog eens komen. Maar die jongen is niet te geloven. Weet je wel, vanochtend het voorlopige koopcontract ondertekend. We hebben een leuke dag gehad. En die jongen is alleen maar aan de chagrijnen. Alleen maar. Ik zou het liefst nu met jullie praten. Want dit is ellende. Ik snap gewoon niet waarom bestaan er files. Ik bedoel, er is toch al echt wel een manier om het op te lossen. Maar we kunnen toch. Dit is toch echt ongelooflijk waar dit. We staan voor een slagboom. De slagboom gaat open. Of gaat dicht. Dan komt een trein langs. Net ging die open en nu is die weer meteen dicht gegaan. Nou, het is niet te geloven. Volgens mij is het ons gewoon niet gegund, Dylan. Dit is toch de raarste shit ooit? Ik ga echt nooit meer naar Den Haag, jongen. Ik ga echt nooit meer naar Den Haag. Ja. Living the good life, hè? Living the good life. We staan dus nog steeds in de file. Het is ondertussen 6:45. En we dachten, laten we dan even verder gaan met het script van de nieuwe top 10. Nadat we die opnames hebben, of nadat we in de Tweede Kamer zijn geweest, waren we dus terug. Dylan had opnames van voetbalshots en zo. Toen dacht ik, nou dan ga ik in die omgeving even meteen daar rennen. Heb ik gedaan. Toen waren zij nog bezig. Toen zei ik, oké, dan ga ik alvast met de auto naar huis. Kan Rick je thuis brengen? Ja hoor, is goed. Ben ik thuis, krijg ik een appje dat de jongens al hun sleutels en zo natuurlijk in onze auto hadden liggen. Ja, echt super slim. Volgens mij, kijk, daar heb je hem. Nou, dat zie ik. Huh? Heb jij gesport? En hard. Jongens, dit is een zeldzaamheid. Hoezo? Hoezo, doe je het jezelf ook. Jij bent wel echt een mooie, hè? Wat? Ja, ik ben wel vet dom. Maar ja, jullie niet, zeg ook niet even van, alle spullen van Rick zit hierin. Wist ik toch niet? Kan ik toch niet ruiken? Alles op. Nou, dat was de donderdag alweer. Het gaat zo snel de dagen, heb je dat niet? Kom dan maar altijd nieuwe dingen doen. Ja, we doen zoveel dingen. Dus ik denk dat we maar lekker gaan slapen. We hebben allebei lekker gedoucht. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. Ben je nou nog niet geabonneerd op Mari Tussen de Mannen? Dat kan gewoon. En ook nog eens gratis. Dus ik zou zeggen, klik gewoon eventjes op dat hier. Of aan het einde heb ik zo'n endscreen. Dan staat er Mari Tussen de Mannen. Kan je ook op klikken. Plop, en dan ben je ook geabonneerd. En ik zie jullie morgen weer.